Weet je het moet? Nee, wat moet ik zeggen? Ik praat wel, oké? Okay? Oké, okay, ik zeg maar. Maar je moet wel allemaal hoi, moet je wel hoi zeggen. Hoi! Okay? Dat is wel heel knus. Dat is goed gedaan. Auw! En leuk dus dat is dan die arme zona zo. Oh. En nu heb ik hier dit, weet je wel, dus flabbeltje. Dit is helemaal dus helemaal pijn. Niet doen. Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben met Fleur! Joehoe! Ik heb net 2 uur geleden een foto op Instagram geplaatst met de vraag voor een Q&A eronder. En die vragen gaan we even beantwoorden, want deze video gaat namelijk over Curaçao. Want wij gaan maandag weg. En we zijn zenuwachtig. Het is echt eng. Ja. Wij gaan dus met Fleur en Curaçao. Het is heel leuk. Je stinkt echt naar paard. Wat ga je allemaal doen op Curaçao? Niks. Chill. Gewoon nu. Oké, wat we allemaal gaan doen op Curaçao. Gewoon door de week gewoon werken met dieren. Dus in asiel. En dan dieren vaccineren, hokken schoonmaken, voeren, dieren laten socialiseren met andere dieren. En in het weekend zijn we vrij, dus dan kunnen we lekker naar het strand en naar Klein Curaçao en allemaal leuke dingen doen. En... ga je Max niet te hard missen? Lijkt me namelijk vreselijk om vakantie te gaan en je pa te moeten missen. Ik ga Max missen, maar dit is natuurlijk geen echte vakantie of zo, het is meer school. We zien het natuurlijk wel een beetje als vakantie, maar het is ook weer, we moeten wel gewoon werken. Dus ja, maar ik ga Max wel missen, jongens. Help. Dat is wel een leuke vraag voor jou. Waar heb je het meest zin om, op Curaçao te doen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, omdat we weten nog niet wat we kunnen verwachten, dus... Ja, precies. Ik denk ook wel gewoon lekker daar aan het strand liggen, lekker niks doen en... Ik weet niet, die bergbeklimmen lijkt me ook wel heel leuk trouwens. Oh ja, zo'n Christoffelberg. Ik zet wel even een fotootje hier neer. En dat is zo'n berg die je kan beklimmen. Hey, Daphne, Christoffel. Ga je ook vloggen of sketches maken op Curaçao? Nou, we gaan zeker vloggen. Ook de heenreis en zo en de terugreis, dat soort dingen gaan we vloggen. Alleen sketches maken gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen. En, maar die vlogs die zien jullie dan pas als ik terugkom. En dan gaan we editen en dan krijgen jullie dan te zien, zeg. Gaan jullie daar op paard rijden? Ik weet niet of ze naar paarden dan. Ja, ik weet niet of ze zijn naar paarden. Misschien als ze de paarden hebben, misschien wel. Dat is wel een keer leuk of zo. Maar... En volgens mij, ik heb trouwens Simon... heeft mij laatst doorgestuurd dat zijn tante daar woont met paarden. Dus als we willen dat we daar mochten gaan rijden. Oh, dat kunnen we wel doen. Dat vind ik wel leuk. Dat kunnen we ook doen. Misschien wel. Ja, misschien wel. Wie weet. Maar dat zien we dan pas. Hoe lang ben je daar? We zijn daar dus 2 maanden. Van 16 juli tot 12 september zijn we daar. En daarna hebben we zomervakantie. Dus we hebben niet nu zomervakantie, maar pas na die 2 maanden. Dus dat is wel heel goed land, hè? Lekker tot 5 november. Ja, lekker tot 5 november vrij. Wie gaat Max verzorgen als je in Curaçao bent? Lotte gaat Max verzorgen. En Lotte kennen jullie van de vorige vlog. Met de koeien. En zij gaat dan Max rijden en zo, dat soort dingen. En mijn ouders zien met zijn stal uit. Die mogen weer het stomme werk doen. Ja, Lotte doet ook wel eens een stal, maar ik vind het lullig om haar dan altijd een stal te laten doen, weet je wel. Wat moet je doen volgens jezelf op Curaçao? Wat moet je doen volgens jezelf? Ja, wat moet je echt gaan doen? Wat denk je van, dit wil ik echt doen? Die berg beklimmen. Oh, ik wil... Nee, wat ik echt vind dat we moeten doen is naar Klein Curaçao om te zwemmen met schildpadden. Ja, we gaan zwemmen met schildpadden. En zij heeft... lijpe GoPro, dus ik krijg je ook allemaal mooie beelden van. 5 euro. Trouwens, als deze video online komt, dan zijn we al in Curaçao. Oh. Oh my god. Wat ga je het meest missen van Nederland? McDonald's. Daar is ook een McDonald's. Nee, wat ik het meest ga missen van Nederland. McDonald's. Van Nederland. Ik niet, wat moet ik. Ik denk, ja, mijn ouders en mijn vriend. Voor de rest... Ja, oh, dat vind ik zo schattig. Oh, en mijn konijntje. En mijn konijntje, nee! Ja, mijn vogel. Oh ja, je mijn vogel. Mijn vissen. Mijn... Wat ik het meest ga missen is... Max. Oh ja, en mijn... ook weer aan met haar paard. En mijn ouders. Ja, ik ga Max missen. Elke te Lintelo. Gaan jullie mij ook missen? Ja, tuurlijk elke. Elke? Love you. Love you. We gaan je missen. Voor mensen die het niet snappen, ook zit bij ons in de klas en gaat naar Canada. En elke keer zie je dat meisje ook voorbij komt op mijn foto's op Instagram. Dus dan even elk volg op Insta, denk je. Ja, waarom gaan we eigenlijk naar Curaçao? Ik weet niet, we hadden gewoon, gewoon stageplekken opgezocht voor paraveterinair en dan in een warm, ver land. En... Ja, het was meer, we woonden eerst binnen Europa omdat het vergoed werd door school.
Omdat we niet zo rijk zijn, zeg maar. Nee. En maar toen hadden we daar geen leuke stages gevonden. Ja, waar we hadden gesolliciteerd, hadden ze geen stagiairs nodig en dat soort dingen. Toen dachten we, nou ja, dan gaan we wel ergens anders kijken. En hoe zijn we eigenlijk bij Curaçao gekomen? Dat weet ik helemaal niet meer. Ja, volgens mij heb jij die lijst met die landen. En toen op een gegeven moment Curaçao en dacht van, oh, hey. Ja, dat is echt heel ram. Je hebt een baard. You kidding me? Oh, een baard? Hoezo een baard? Maar echt gewoon heel veel. Kijk nou, let op. Auw! Dat is gewoon haar. Baardhaar. Baardhaar. Als je op Curaçao moet wonen en je mag maar één persoon of dier meenemen, wie zou je dan meenemen? Mag je een persoon en een dier of een persoon of dier? Een persoon, nou oké, een persoon en een dier. Oh, wat, dat is echt een stomme vraag. Ja, maar jij moet echt een dilemma maken tussen je vriend en je ouders. Ja, maar één persoon, dus dan kan ik ook niet bij mijn ouders. Dus ik denk dat het dan mijn vriend was. Sowieso. En dan, papa en mama kunnen gewoon komen wanneer ze willen. Ja. Die hebben elkaar toch, dus. Sowieso mijn vriend en het dier. Sowieso snuffel. Kruimel. Of dan laat ik ze gewoon allebei hier en dan koop ik me daar wel een paard of zo. Ja, maar YOLO toch? Nou jongens. Dit is mijn bed, hè? Hou even rekening mee. Hier zet ik maar mijn vieze rijboek op jouw bed. Fijn, dankjewel. Stinkpoort van je. Ja, dit zijn mijn stalschoenen. Daarom stinkt het zo. Dit is voor de Fleur en Maatje in de toekomst, die op dit moment in Curaçao zitten. Ik hoop dat jullie het leuk hebben. Wij hebben het nou op dit moment nog heel veel zin in. En ja, wat doe je eigenlijk als vliegtuig eerst dan? Vaarwel, beste kijkers. Dan heb ik een probleem. Beste kijk, nee hoor. Nou, eigenlijk heb ik helemaal geen probleem. En ook al heb je een probleem? Porneem. Die doen jongens geen porneem, dat is een slecht voorbeeld. 18 plus. Ga weg. Team 18 plus. Team. Als ik terugkom is het nog maar 2 maanden zodat ik 18 ben. Of 3. Of 4. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Auw! Ik krijg jouw nagel. Nagel. Nou, dan ga ik vanavond deze video en zo. Helemaal geen zin in. Jongens, wat doen jullie me aan? Ik heb echt zin in kipnuggets. Ik heb zin in Mac. Ik heb zin in frappé. Oh, lekker. Oh. Maar ik heb geen benzine meer. Whip, riding in the Swiss. Kijk, ik heb alles daar al in gepakt. Wow, dat is echt georganiseerd. Nice, hè? Ik ben echt gewoon georganiseerd. Zo jongen, ik heb nog helemaal niks. Dat is echt sad. Ja, dat had ik allemaal gekocht. Ik dacht, ja. Dat past gewoon hierin. Ja, ik zei nog tegen mama, ja, ik word in de eerste week word ik, van Curaçao word ik ongesteld. Zei mama zo, oh, dan haal je daar toch gewoon op ons. Ik zo, bedankt mam.